Jennifer, vertel. Rituelen. Nou ja, ik heb één licht gênant ochtendritueel. En dat is mijn ontbijt. En dat, ja. Ik ben dus ook niet iemand die houdt van ontbijt op met. Ik wil gewoon mijn eigen ontbijt maken. Dat zijn twee boterhammen. Ik loop ook echt, zodra ik wakker ben, direct naar de keuken. Twee boterhammen. Ja. Links kaas, rechts kwinkslag. Allebei in 7 stukjes. Het is echt gênant. Het is echt het enige. Voor de rest ben ik helemaal leuk. Okay. En dan een ontbijtkoekje daarboven. En dat dan om de beurt opeten. Oké. Okay. We hebben hier drie mannen die ook wel rare gewoontes hebben. Dat denk ik. Dus het lijkt me tijd dat jullie die gaan opbiechten. Leo, jouw ritueel. Ja, nou ja, raar gewoontes, rituelen. Kijk, ik vind jouw ontbijt ook niet raar. Want ik vind het gewoon belangrijk dat als wij dadelijk samen zijn, dat je gewoon jezelf bent. In principe ben ik eigenlijk altijd mezelf. Ik heb alleen één klein dingetje en dat moet je dan ook maar voor lief nemen. Dat is dat ik 's avonds speel ik het hele oeuvre van Julio Iglesias op mijn tamboerijn. Dat ziet er ongeveer zo uit. Dan heb ik die tamboerijn en dan... Ja. Dan. Dit was To All The Girls. Edo. Ja, Jennifer, zo'n ontbijt. Als je zo met je eten bezig bent. Ja, ik denk, dat vind ik, sommige mensen zouden het autistisch noemen. Maar dat is niet. Dat is echt niet zo. Maak je niet ongerust, hè? Ik heb dat ook. Ik zie ook meteen hier, ik hoef niet eens te tellen. Ik zie, hup, 86 man. Zie je gewoon, dat heb jij ook volgens mij. En ik heb met brood, heb ik dan ook, als ik dan kaas erop doe, dan vind ik dat elk stukje van een brood moet precies belegd zijn. Ja. Er mag niks overgeslagen. Dus, ja. Dus echt. Dus, ja, zie je? Goed, hè? Toe, jongen. Anyway, maar dan heb je van die boterhammen met zo'n ronde bovenkant. Oh man, dan raak ik in de war. Want er kan dus geen vierkante plakjes op. Dus ik koop dus ook nooit meer vierkante blokken kaas. Alleen maar van die ouderwetse met zo'n ronde kant. Die leg je dan op zijn zijkant. En dan kan je zo kaasgaaf eroverheen. En dan heb je precies dat het past, man. Oh, dit is zo te gek. Bart, als ik naar jou kijk, dan... Jij lijkt me ook een man van rituelen. Ja, dat is wel zo. En vooral als ik in een relatie zit, heb ik een paar gekke gewoontes. Je hebt bijna dwangneuroses. Ik ga er gewoon eerlijk vooruit komen, dan weet je dat gewoon direct. Ja. Ik ben er niet trots op, maar bon, het is maar zo. Als ik een relatie heb, heb ik de ziekelijke drang bijna om elke dag, als ik naar huis ga, bloemen mee te nemen voor mijn vriendin. Ja, ik weet het. Strontvervelend. Strontvervelend. Ik weet het. Maar ik kan het sterker dan mezelf. Ik kan het niet laten. Of als ik dan samen woon, ik ga naar het toilet, zo altijd alles proper opkuisen. Ja, de bril naar beneden zetten. Ja, ik weet het. Ja, het klinkt ongeloofwaardig omdat het zo gek is. Maar het is niet... Ik bedoel, als ik met iemand samen ben, moet ik elke week om de 7 dagen precies een romantisch lied schrijven voor mijn vriendin. Zo, zo zit dat in mijn hoofd. En dit is, ja, het is niet anders, Jennifer, maar als je daar toch mee kunt leven met al mijn gebreken, ja, dan mag je straks voor mij kiezen. Wow.